Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen 280 recruten beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Deze groep zal vanaf 15 december worden ingezet om politiewerkzaamheden uit te voeren. De beëdiging van de groep vond plaats op het terrein van de politieacademie. Volgens justitieminister Kenneth Amoxie kan het bij de uitvoering van de werkzaamheden ook verkeerd aflopen en dat de getrainde agenten ervoor moeten zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Opleidingen gaan van start om het Korps Politie Suriname van personeel te voorzien en of op een hoger niveau te laten functioneren. Qua kennis en inzetbaarheid, maar ook qua integriteit en respect voor de mensenrechten. In dat verband verwacht ik dat u als BAVP'er voorbeeldig gedrag zullen vertonen naar burgers toe, naar collega's en meerdere. Meerderen zijn collega's die jullie zullen leiden, begeleiden naar een goed en verantwoord optreden en aanpak. Luister naar hen en voer die instructies uit. Maar blijf wel kritisch. Blijf wel kritisch. Omdat, helaas, niet een ieder van tijd tot tijd gerechtvaardige inzichten heeft. De bewindsman geeft verder aan dat de jonge agenten ervoor moeten waken dat niet ieder goede en gerechtvaardigde bedoelingen heeft. Zij gaan getest worden door mensen uit de samenleving, als ook door collega's, omdat niet een ieder een goed hart heeft, onderstreept Amoxie. En u moet niet in die fout gaan. U moet zich niet laten misbruiken, want dat gebeurt wel in de praktijk. Om het KPS goed te laten functioneren, zijn al belangrijke maatregelen getroffen, waaronder de start, tenminste, van deze opleiding. Het was 15 november 2021. Maar interim management team, jullie moeten ook terdege rekening houden met de gewenste snelheid om een aantal andere zaken, ontwikkelingen te faciliteren en uit te voeren. We zijn aan termijnen gebonden. Het behoeft geen betoog dat er nog vele maatregelen moeten volgen. Het dringend beschikbaar stellen van middelen voor de politie, huisvesting, meer personeel en aangepaste uitrusting en training. De mens staat centraal binnen het korps, meent minister Amoxie. Een goed voorbeeld hiervan is dat de grootste lichting voor de werving en selectie van een nieuwe groep voor de basisopleiding van start is gegaan, aldus de bewindsman.